Oh, ik ben echt lui. Ik heb echt nergens zin in. Ik had een hele planning gemaakt voor vanavond. En ik weet niet. Goedemorgen, nog steeds geen goede stem. Het is vrijdag en het is vroeg. Ik moet zo de auto naar de garage brengen voor de APK. Ik heb slecht geslapen vannacht door alles gisteren. Ik ben wel heel blij dat we het gedaan hebben, geen spijt van, maar ja, het heeft me gewoon heel erg aan het denken gezet over heel veel dingen. En dat heeft me gewoon vannacht heel erg bezig gehouden. Dus ja, het leven is gewoon iets heel kostbaars. En dat, ja, dat zit best wel diep in mijn hoofd nu. Hi, wat wil je toch? Ik heb je toch net zo'n water gegeven en eten. Wil je gewoon even knuffelen? Als je zo doet, wil je altijd iets van me. Dus ja, dat heeft me vannacht gewoon echt heel erg bezig gehouden. En ja. Ik leef gewoon ook heel erg met ze mee. Het is gewoon het allerergste, denk ik, wat je als mens kan meemaken in je leven. Dus, nou, ik ga even snel buiten, dan aankleden en dan snel naar de garage. Aangekleed, ik heb deze top aan, die vind ik echt heel erg leuk, van Mango en Broek Mango. Sandalen doen, nog steeds de enige sandalen die ik nu aan kan. En we gaan naar de auto, dan zijn we op tijd. Nou, we zijn nu bij de dealer. Sarah die heeft de schoolwerk mee, dus ik zit aan het kinderleegeltafeltje met Sarah voor de huiswerk. En we hadden een afspraak dat ik even kon wachten, maar dat was dus schijnbaar niet helemaal goed gegaan. Dus het was een afspraak dat ik hem eigenlijk einde van de dag op zou halen. Dus we hebben nu even zitten wachten. En nu gaan ze hem wel gelijk doen, maar ondertussen... Hij wordt net naar binnen gereden. Ja, en ik ga daar met mijn vriendinnetje spelen, Mina. We zijn er bijna een uur verder, echt. Oh, echt. Wat een ochtend en begin van de middag. Eerst natuurlijk al 2,5 uur in de garage bijna gezeten. En er zijn wel een paar puntjes, maar dat wordt opgelost met de auto. Niet te veel gedoe. Maar goed, toen wilden we nog heel even snel bij de Jumbo halen wat we niet hadden. Die spinazie natuurlijk van gisteren. En toen werd ik gewoon geweigerd eerst met Sarah. Dat ik echt denk, serieus? Want ze is te groot voor in het zitje. En dan mocht ze niet naar binnen. Dan had ik ze maar thuis moeten laten, zei de jongen. Ik zeg, pardon, ik moet mijn kind van 6 thuis laten. Echt verantwoord. En ik zeg maar, ze staat op het treetje altijd. En dan staat ze tussen mijn armen. Dus in mijn bewegingsruimte. Dus nou, discussie. Dus ik heb een van de vaste personeelsleden die ik ondertussen al ken. Omdat ze, ja, kom erbij geroepen. En toen was het geen probleem. Maar kijk, ik word gewoon geweigerd met mijn kind. Want die moet ik maar thuis laten. Ze is 6. Hoe dan? Echt. En ik denk, we houden ons verder prima aan de regels. Dus maar goed. Maar... ondertussen is het al 2:30. Ik drink even een thee en dan ga ik even als een jekko het huis door. Probeer even weer wat extra orde op zaken te stellen. En zelfs lekker met een vriendinnetje aan het spelen. Dus dan heb ik wel even mijn handen vrij. We hebben gelukkig wel heel wat schoolwerk gewoon gedaan al daar. Dus dat scheelt. Ja. En dan hopelijk daar nog heel even van het zonnetje genieten. Want het wordt al bijna minder weer. En dat vind ik niet leuk. Oh, ik ben echt lui. Ik heb echt nergens zin in. Ik had een hele planning gemaakt voor vanavond. En ik weet niet. Ik heb nog wel... Volgens mij heb ik echt een tijd niet meer gevlogd vandaag.
Ik weet niet meer wat ik als laatst gevlogd heb. Maar ik heb gewoon wat dingen in huis gedaan. En toen Sarah naar bed gebracht. Of eerst gegeten. Sarah is naar bed. En ik heb wel geëdit. En die video die staat te renderen. En sinds toen eigenlijk niks boeiends meer gedaan. Echt. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon even even zo'n momentje of zo. Ja, ik wilde eigenlijk vanavond foto's hier gaan plakken. Die stapel is weer zo groot. Dus ik denk dat het ook een beetje tegenwerkt. Dat ik dan echt, ja, weet hoeveel werk dat is. En dat ik dan gewoon echt een half uur bezig ben om één dag in te plakken of zo in het begin. Ja, ik weet ook dat ik dat door moet. En dat het dan ook wel weer beter wordt. Maar toch, op de een of andere manier motiveert het me gewoon niet. Maar ik denk dat ik ze toch even ga proberen. Al doe ik één dag, dan is het toch weer één dag gedaan. Ja. Ik ben wel aan het appen trouwens altijd. En ik vind het heel leuk. Dus Sarah, het stemmetje, maar toen was nog heel klein. Ik vind het nog steeds leuk dat ik dat op de app heb. Aangezien ik eigenlijk echt geen zin heb, heb ik het gewoon besloten. Ik ga gewoon één bladzijde van mijn album doen. Dan heb ik die in ieder geval wel gedaan. En ja, daarna stop ik er gewoon mee. Want ik heb gewoon echt geen zin om iets te doen. Maar ja, van uitstel komt afstel. En dan blijft alles liggen. En daar word ik ook niet vrolijk van. Dus ik ga gewoon even heel hard zoeken. Eén bladzijde plakken. En dan alles opruimen. En ik ga denk ik echt gewoon lekker vroeg mijn bed in vandaag. Echt, ja, ik zit even niet zo lekker in mijn vel door al het nieuws zal ik krijgen, maar goed. It sucks, my life goes on. Ik ben moe, dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. Alles afgesloten. En, oh, wat koud zeg. Het gaat helemaal nergens meer over. Het is hier niet te koud, maar ik heb het gewoon koud. Zachtjes doen, want iedereen slaapt hier gewoon. Zo, dus ik ga me klaarmaken voor bed. Ik wil nog wel de vlog even afsluiten. Ik zou het heel leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt, duimpjes, reacties, heel erg leuk. Ik kom er niet echt aan toe om veel te reageren op reacties, maar ik lees ze wel. En ik vind ze echt super leuk. En ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei!